zou het leuk vinden als ik dan aan een appartement denk of zo. Oh, we zijn begonnen. Super tof. Ja. Zo. Ik zat te denken dat we, als we die afscheidsreceptie hebben, dat we dan een strijkje hebben. Geen thee? Ik denk die zou wel thee drinken. Oh. Omdat hij altijd thee... Ja. Met die kut Marokkaan. Want Henk stelde ook voor dat we dan, als we dan die receptie hebben, dat we dat dan wel doen met echt, dat het iets feestelijker is. Zit zij nou een ijsje te eten? Mag ze wel ijs? Wordt ze daar niet vreselijk dik van? Het zal toch weinig beweging hebben in zo'n karretje? Nee, helaas niet, nee. Gaat er nog makkelijk af ook? Ik denk dat het allemaal smeerboel worden, maar dat valt me alles mee. Ik zat er niet van Schubert te denken, dat als ze dat... Zeg, luister eens even. Wat heeft zij, als ik vragen mag? MS. Oh. Multiple sclerose. Hoor je vaak tegenwoordig, hè? Zo vaak dat ik me af en toe wel eens afvraag... Is het ook niet een beetje... Een beetje wat? Nou ja, modeziekte klinkt meteen weer zo cru. Mevrouw, wij redden ons wel. Ook zonder uw diagnose. Zeg, luister eens even. Maar dat komt ook niet meer goed. Daar heeft het alle schijn van. Het is een progressieve ziekte. Oh, ja, ja. Oh, progressief. Progressief is de pest. Nee, dat lijkt me geen pretje. Voor haar ook niet trouwens, hoor. Nee, dat is af en toe best zwaar. Knap, hoor. En zeker ook met uw stap richting Den Haag nu, hè. Lijkt me toch een blok aan je been. Mijn man heeft het middenvoetsbeentje een poos geleden gebroken. Nou, kon geen kant op. Kon geen kant op. Hij heeft 6 weken met zijn been in de Mitella gezeten. Vindt ze het lekker? Mevrouw, vraagt u er zelf. Oh nee, daar gaat het niet om. Nee. Maar het is meer dat zo'n ijsje schijnt evenveel calorieën te bevatten als een pakje boter, hè? Dus je dan de avondeten nog wel. Waarom vraagt u alles aan mijn man? Wat zegt ze? Ik zeg, waarom vraagt u alles aan mijn man? Lieverd, ik ben in gesprek met je man. Ja, maar ik zit hier. Ik ben een volwassen vrouw. Ja, ik zit wel in een rolstoel, maar ik ben niet achterlijk. Waarom hebben linkse mensen altijd zo'n gebrek aan humor? Ik denk dat mevrouw Rutte heel goed begrepen had, hoor, dat het belangrijk is om af en toe een babbeltje te maken met het electoraat. Het is gewoon part of the job. Hoort u wat ik zeg? Part of the job. Nee, omdat u ook job heet. Ja. Mevrouw, we gaan dit gesprek nu beëindigen. Heb ik iets verkeerds gezegd? Nou, wij kennen u niet en wij zijn u niks verplicht. Ik wens u een goede dag. Nou, mijn stem bent u kwijt, hoor. Was zij voordat ze in een karretje zat ook al zo agressief?